geweest vanmiddag. Ik heb vanmorgen niet veel gedaan. Tenminste, niet veel gedaan. Ik ben even bij mijn moeder geweest. Ik ben even met e-bike op pad geweest. Even mijn kop leegmaken. Gisteren had ik een beetje een roddag. De camper wil niet meer starten. Ik denk dat de contactslot kapot is. En ook de startmotor. Dus ik heb hem nu 2 weken en het donder begint alweer. Maar goed, het is even een domper weer. Maar we gaan door. Dit is deel 3 van onze camperbouw. En we gaan nu de kastjes die ik zoals gezegd bij IKEA heb gekocht, in gaan bouwen. Boven de keuken. Dus boven het keukenblokje. Dus ja, deeltje 3. Omdat de kastjes hier tegenaan komen hangen en dat loopt een beetje schuin, heb ik een lat gezagen. Die ga ik hier op vastmaken. Zo. En heb meteen een bevestiging voor mijn kastjes. Want daar zit niks, daar zit niks. En hier zit niks. Hier wel. Hier zit iets. En hier zit iets. Dus ik kan hier kan ik in elk geval de latten vastschroeven. Met een paar goede schroeven. Met een paar zelfklappers. Dus als die zit, dan kan ik daar het kastje weer aan ophangen. En dan hangt die ook meteen recht. Dus dan is 2 vliegen in 1 klap. Nu moet ik wel zorgen dat ik die lat een klein beetje uitvul. Maar goed, ik heb nog wel wat vulblokjes. Dus dat kan wel goed komen, denk ik. Maar laten we eerst maar eens even kijken of ik hem er tegenaan geschroefd kan krijgen. En dan gaan we weer, verder. Die hangen ook. Die heb ik met speciale plukjes in de wand vastgezet. Die doe ik daar nog heel eventjes vast verlijmen. Zodat ze niet van de wand afkomen. Deze zit echt zo stevig vast. Daar ben ik zo blij mee. Die zit echt als een huis. Dus daar gebeurt gewoon echt helemaal niks mee. Dus deze aflevering, laat ik dan zo zeggen, ging eigenlijk over de kastjes inbouwen. Die heb ik, ik heb er niet heel veel van gefilmd, maar goed, uiteindelijk hangt het. Het bed zit erin. Die kastjes voor de sokken en eventueel wat spul wat er bovenop kan. Daar wil ik eigenlijk bovenop, daar zo wil ik klittenband op plakken, dus aan de bovenzijde. Dus 2-zijde klittenband, die heb ik al besteld. Komt nog binnen. En daar komen nog bakjes op te staan. En die bakjes wil ik eigenlijk maar kijken of dat ik zoiets kan vinden. Nou ja, dat ik daar aan de voorkant in kan. Dus niet dat ik dan met een dekseltje of iets ergens. Maar goed, dat ga ik eens heel eventjes bekijken. Misschien dat de klittenband heel makkelijk is dat ik het er zo af kan pakken. Wie zal het zeggen. Ik had die stalen... Dat stalen framepje wat daar zit, ja, daar had ik eigenlijk niks, geen ideeën mee. Die wilde ik eruit halen, maar uiteindelijk denk ik maar dat ik hem laat zitten. Daar staan er al wat bakjes op. Dus daar kan eigenlijk wat blijven staan. Misschien dat ik daar nog ga aftimmeren.
dat ik iets van een stukje, ik weet het niet. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Voor nu heb ik in elk geval deze er weer in zitten. Het volgende wat ik nu ga doen is een keukenblokje erin zetten. Maar niet nu. Dat ga ik even morgen doen of in de volgende. Hoe zeg ik dat? Het keukenblokje dat volgt, zeg maar. Dus dat, dat wordt wel in dit deel, maar het keukenblokje volgt. Eerst moet die auto naar de garage. Dus moet ik hem daar zien te krijgen. Dat is ook wel een dingetje. Daar gaan we morgen maar weer aan mee aan de slag. En zo blijven we een beetje aan het pionieren. Ik baal verschrikkelijk dat hij het niet doet. Ik weet ook niet hoe lang ik daar kwijt zal zijn. Dus ik denk van nou, vandaag is het mooi zonnig weer. Het is lekker warm, dus het gaat voor 18. Dus ik denk, ik moet nu de kans pakken om de kastjes nog in te bouwen. Het keukenblokje dat zal relatief makkelijk gaan, verwacht ik, hoop ik. Je ziet hier die, die rails in de vloer. Daar heb ik allemaal blokjes voor. Dus dat keukenblokje dat wil ik dus dadelijk eigenlijk op de grond zetten. Tegen de kant aanschuiven, zowaar dat ik past. Want uiteindelijk is hij maar 70. Dus hij komt, ik denk dat hij precies... Ik kan het wel eens even meten. Volgens mij heb ik al een beetje... Ik heb het al een beetje gemeten, maar ik wil eens heel even kijken of dat het, wat ik gemeten heb ook al een beetje klopt, zeg maar. Zet ik jullie even hier neer. Zo. Kijk, die past hier precies tussen. Dus die wil ik daar tegenaan drukken, zo. Misschien dat ik dit even weg kan halen, dat weet ik niet. Ik hier tegenaan drukken en dan in de grond vastzetten en wellicht daar nog een keer borgen. En dan staat dan de keukenblok dus eigenlijk van waar ik nu, wat ik nu aangeef met de rolmaat. En die is, als ik mij niet vergis, iets van 90 hoog. Dus dat komt tot daar. Even 80, 90. Of mijn pootjes gaan er nog onderuit, want er zitten nu wieltjes onder. Die gaan er nog onderuit. Dus ik denk dat die net onder het raampje blijft zitten. Ja, dat is fantastisch. Dus, dat is de volgende klus. Weet ik aan de onderkant nog een keer af. 5.3, daar. Ja. Voor ik hem van onder naar boven heb. Ik hoop dat het een beetje wil. Ik wil liever van boven naar onder. Omdat je dan minder kans hebt dat die... Dan heb je dus minder kans dat je er stukjes afbreekt. Zoals hier, zeg maar. Maar goed, die krijg ik wel in voor elkaar. Keukenkastje staat er ook in. Het is eigenlijk meer een kastje
Het is niet echt een keukenblokje, maar wij gebruiken het als keukenblokje. Ik heb nu hier al een slotje opgemaakt, zodat hij niet open kan onder het rijden. Dat ga ik bij deze twee ook nog even doen. Het is bamboe, dus ik heb voorgeboord en het splijt als de ziekte. Dus dat is wel jammer. Maar goed, dat valt op zich reuze mee. Dus, aan de bovenkant, die twee kastjes, daar heb ik net ook een magneetje op gemaakt. Dus dat is ook gebeurd. Nu hier nog even een slotje of een schuifje op maken. Deze weet ik nog niet of dat hier blijft zitten. Moet nog eventjes, gaan we wel ondervinden, denk ik. Als ik hard moet remmen, misschien schuift hij wel open. Ik denk het niet, maar... hij staat stevig. Ik heb hem daar geborgd, aan de zijkant. En hieronder geborgd, in die rail. Dus hij kijkt de kant op. Hij staat mooi stevig. Ik denk dat wij hier wel mee kunnen. Ik weet niet of jullie ons zien, mij zien. Ik denk dat wij hier wel mee uit de voeten kunnen. We hebben sowieso. We kunnen ons kookstelletje kwijt als nodig is op het bakje. We hebben een elektrische dispenser voor een 5 liter waterfles. Dus we kunnen gewoon bij de winkel een 5 liter wijnfles halen. Daar zetten we dat ding op en we hebben ook gewoon een kraantje. Dus dat is wel handig. We hebben een wasstijltje. Nou, die gooi je gewoon leeg. En we staan toch 9 van 10 keer op de camping. Dus uiteindelijk... wc komt er ook in. Dat was een vraag. We nemen een portapotty mee. Daar heb ik daar ruimte voor. Het is precies tussen het bed en als het bed dan uitklapt, dan staat hieronder. Maar dan kunnen we hem onderuit trekken en dan kunnen we hem altijd daar neerzetten waar nodig. Voor in de nacht, eventueel. Maar goed, zoals gezegd, wij staan toch sowieso bij een wasgelegenheid. Dat is wel makkelijker voor mij. We kunnen off-grid staan, zoals ze dat zo mooi noemen. Daar heb ik in de vorige video de EcoFlow voor laten zien. Dus we kunnen eventueel... een nachtje ergens zonder stroom, zonder wasgelegenheid, weet je wat het is. Als je eigen één dag niet wast, ben je niet meteen smerig. Dus wat dat betreft, en we hebben altijd van die hygiëne doekjes bij om ons eigen een keer schoon te maken, mocht er geen wasgelegenheid zijn. Dus uiteindelijk, nee, ik denk niet dat wij een douche of iets nodig hebben. Het toilet is altijd makkelijk, ook onder het rijden. Sowieso makkelijk, ook voor de nacht, dat we niet uit hoeven. Dus dat vond ik eigenlijk wel belangrijk. Dus die hebben we wel. Nou ja, dit was deel 3 van de busbouw. De kasten zitten erin. De kastjes boven. Het keukentje. Hierboven 2 kastjes. Het bed zit erin, dat was deel 1. De fietsdrager zit erop. Nu nog wachten totdat de bus gemaakt wordt. Die zou ze komen halen. Degene waar we bij gekocht hebben, die zou hem komen laten ophalen door een berger. En dan wordt die gemaakt. En dan we hebben nog 3 weken. Dan moet hij klaar zijn. Ik ben met de kasten en eigenlijk klaar. Dus ik denk dat maak ik vast klaar. Want stel dat de auto daar wel weer een paar weken weg is.
dan heb ik dat er eigenlijk wel vast in zitten. We hebben een losse elektrische koelbox, dus die kunnen we neerzetten waar we willen. Dus we zullen dadelijk echt nog wel een beetje gaan zoeken van waar zit wat neer. Maar goed, onder het bed, dus in dit gedeelte zeg maar, zetten we van die bakken neer. Waar we gewoon de grootste dingen in doen. We gaan gewoon zoeken en gaan kijken hoe dat we alles kwijt kunnen. Maar we hebben geen ruimte genoeg. Dus wat dat betreft, we hebben daarboven ook een groot vak. We hebben voor boven de voorraam nog een groot vak. Dus ik zie het wel zitten. Nog een paar weken, dan gaan we. Nu zal het heel eventjes rustig zijn met deze video. Dit was even de laatste totdat de bus gemaakt is. En dan zie ik jullie bij de volgende. Doei!